Goedemiddag, mijn naam is Aaf van Grip Contact van een Hoek in verschillende situaties. Hier rechts op de driehoek, een contact van Hoek Alpha. Ja, zal zijn, ja, dat het Hoek Alpha is, namelijk zal zijn de aanliggende zijde gedeeld door de overtandenzuilen. Dus aanliggend het overtanden. Ja. In feite, contact gelijk aan 1 over tangens x. Dat is hier aangezet op het geval hier. Ja. Maar contact kan ook zijn als 1 over tangens van Alpha. Ja. Dus contact en tangens kan inversum. Ja, namelijk 2/3 in het geval hier. Ja. Dus cotangens alfa is onthoud 1 over tangens alfa. Het omgekeerde van de tangens. De Golemische cirkel, als je een hoek alfa tekent, dan gaan we de raaklijn, horizontale raaklijn tekenen door dit punt hier, door dit punt 1, 0. Ja. Dan trekken we hier rechtdoor. Dan deze lengte hier is de cotangens van alfa. Die kun je ook op de x-as tekenen. Dus die lengte hier is de cotangens van uw alfa. Ja. Nu, in een willekeurige hoek, als je een willekeurige hoek tekent, alfa, ja, dan kun je hier de waarde 1 tekenen. Dan is dit hier op de x-as de cotangens alfa. Als je hier 2 tekent, dan krijg je hier 2 keer cotangens alfa. Als je daar de waarde 3 tekent, krijg je hier 3 keer cotangens alfa. Dat is de cotangens alfa. In voor rekenmachientje, dit is 1, 2, 3 keer cotangens alfa. Op rekenmachientje zal dat zijn cotangens alfa, of ook soms tangens min 1 van alfa. Dank voor de aandacht en de volgende keer. Bye bye.